Ik ga onderzoeken of waterlinzen goed op de markt liggen eigenlijk. Het thema aardgasvrij ga ik bekijken. Hoe we klimaatbewust gedrag bij bewoners kunnen stimuleren. Met 33 studenten ging vanochtend de nieuwe masteropleiding Klimaatpsychologie en Gedrag van start bij de HVA aan de Wibautstraat. Het is de eerste beroepsopleiding in Nederland die op masterniveau opleidt tot specialist in klimaatbewust gedrag. Het is dus niet dat wij mensen met klimaatangst of klimaatdepressie gaan behandelen als een soort van klinisch psycholoog. Wat het wel is, het is meer eigenlijk de sociale psychologie, dat we kijken naar groepen mensen en hoe we die kunnen meenemen in deze duurzaamheidstransitie. Wat je nu ziet is dat we eigenlijk de hele dag door, hoe we wonen, wat we doen in onze woning, wat we eten, hoe we ons vervoeren, de hele tijd eigenlijk niet goed over nadenken, of vaak niet, en gewoon doen wat we doen. Maar we moeten eigenlijk duurzamere keuzes maken en zij leren eigenlijk, oké, wat maakt dan dat mensen misschien andere keuzes zouden willen maken? Dus inderdaad misschien toch vaker kiezen voor de trein, in plaats van dat ze de auto pakken, misschien vaker voor plantaardig kiezen in plaats van vlees. Tijdens de tweejarige studie worden thema's behandeld, zoals bijvoorbeeld de transitie naar plantaardig eten, de energietransitie en het kiezen van milieuvriendelijker vervoer. Het gaat om een deeltijdstudie die bedoeld is voor mensen die al werken, zodat het daar meteen kan worden toegepast. Ik had weinig met het klimaat, maar de urgentie is ook tot mij gekomen. En daarom wilde ik er heel graag iets mee gaan doen. Ik heb een hele ervaring en carrière opgebouwd op gedragsverandering. Dus ik help overal gedrag te veranderen. In het verleden was dat daardoor meer winst gehaald werd en meer verkocht werd. En ik zet het liever in om nog beter om te gaan met het klimaat. Wat best lastig wordt voor veel mensen om dat te gaan doen. Want je moet wat inleveren. Een flinke kluif dus voor deze nieuwbakken masterstudenten. Ik denk dat het ook is met kleine stapjes. Dus zodra het bij de ene al gaat lopen, dat misschien een goed nieuwsbericht, dat het eigenlijk steeds verder gaat. En de verandering begint natuurlijk ook bij jezelf. Dus ik denk dat als we met deze club daadwerkelijk ons eigen project laten slagen, dat het al best wel veel impact heeft.